Ik ben Oscar Moerman en ik ben in 1998 begonnen met het zelf brouwen van bier thuis. Ik heb daardoor heel veel geleerd over grondstoffen, over het brouwproces en over diverse biertypen. In 2007 ben ik bierkeurmeester geworden en in 2010 ben ik begonnen met het werken in een commerciële brouwerij. En daar heb ik heel veel geleerd over werken in een commerciële brouwerij met diverse apparatuur en bierbehandeling en alles wat daarbij komt kijken. Dus ik kan momenteel eigenlijk wel zeggen dat ik een redelijk ervaren brouwer en een bierkenner ben. In 2013 ben ik begonnen met brouwerij Ernske, omdat ik vond dat er wat meer moest gebeuren op biergebied in het oosten van Nederland. Ik ben toen begonnen als huurbrouwer en heb dus mijn bieren in ketens van andere brouwerijen gemaakt. Ik heb sindsdien een mooi assortiment aan bieren opgebouwd, die net wat anders zijn als andere bieren, waarmee ik mij een klein beetje probeer te onderscheiden van de rest. Ook ben ik begonnen met bieren van spontane gisting en daarvan ben ik een van de weinigen in Nederland. En dan wordt het nu tijd voor de volgende stap, een eigen brouwerij in Enschede. We gaan in Enschede een mooie kleine ambachtelijke brouwerij inzetten op het voormalige Polderooi-terrein in de portiersloge. Sinds november dit jaar staat er een foodhal hier in Enschede en wij gaan daar een brouwerijtje inzetten. Dat wordt een professionele brouwerij van 1500 hectoliter per jaar aan capaciteit. Nou, hier gaan we het dus allemaal doen. We gaan een onwijs gave 10 hectoliter installatie neerzetten. Met een professionele afvullijn en een etiketeerlijntje, zodat we alles van brouwen tot aan afvullen netjes kunnen verzorgen. Verwacht ook dat we mooie nieuwe bieren gaan maken. Van session ales tot dikke vette barleywijns, gedraai op de bieren, bieren van spontane gisting, bieren met bretvergisting. Oftewel, we gaan gewoon leuke dingen doen. We gaan er gewoon iets onwijs gaafs van maken. Om het geheel wat mooier te maken en alles netjes voor elkaar te krijgen, hebben we nog een kleine financiële input nodig. En we geven jou de kans om hierin te investeren. We hebben nog ongeveer 50.000 euro nodig. Dus kijk op de website en kijk naar de voorwaarden. We hebben een aantal leuke cadeautjes bedacht. Dus investeer in bier en laten we er samen wat gaafs van maken. Proost!